Van de kersverse aanwinsten van Cambuur, Robert Schilder tegenover me. Je hebt de eerste minuten inmiddels gemaakt voor Cambuur tegen Utrecht. Hoe voelt dat? Ja, lekker dat ik weer kan voetballen, zeker. Het is wel wat snel. Ik heb gisteren pas voor het eerst met het team getraind. Dat was ook heel lekker, we alles mee kunnen doen. Maar je merkt wel dat, dat ik nog een stapje moet maken fysiek. Maar nee, ik voel me wel goed en ik voel me ook wel sterk. Alleen ja, wedstrijdconditie kan je eigenlijk alleen maar een wedstrijdritme opdoen door wedstrijden te spelen natuurlijk. Kun je iets vertellen over de overgang uiteindelijk naar Cambuur? Hoe zijn ze uiteindelijk bij jou gekomen? Ja, nee, dat weet ik niet. Maar nee, voor mij was het belangrijk dat ik weer op het middenveld een kans zou krijgen ergens. Want dat ben ik. Van nature, daar heb ik plezier als ik daar speel. En dan, daar ben ik ook op mijn best voor mijn gevoel. Dus dat was voor mij het belangrijkste. Dat is een bewuste keuze geweest. En nou ja, uiteindelijk wilde Cambuur mij hebben voor het middenveld. En nou ja, ik was wel enthousiast. Ik ken de trainer van een tijd geleden. Daar heb ik mee gespeeld nog. In het begin van mijn carrière. Ik zag het al zitten. Komt speler Maas ook overeen met de trainer Maas, voor je dat zover nu kunt beoordelen? Qua professionaliteit en dat allemaal wel. Dat herken ik nog wel van hem van toch alweer 10 jaar geleden. Als trainer moet ik er natuurlijk nog een beetje, daar moet ik nog een beetje achter komen. Had je meerdere keuzes behalve Cambuur qua clubs? Jawel, ik had wel wat. Ik kon wel wat keuzes maken, alleen het speelde dus wat ik al zei ook mee dat ik weer op het middenveld wil spelen. Dat was voor mij het belangrijkst. En dan werden de keuzes wel wat minder natuurlijk. Of nou ja, natuurlijk. Veel clubs zien me nog als een linksback en daar had ik wel wat opties. Maar nou ja, ik wilde weer op het middenveld. Dus ik had wel alsnog wel wat keuzes. Maar uiteindelijk ben ik blij dat het Cambuur is. Kende je Cambuur behalve qua naam en de afgelopen jaren in de Eredivisie? Wat weet je allemaal van de club? Nou ja, ik ken Cambuur wel eigenlijk alleen van dat ik heb gespeeld natuurlijk. Fanatiek publiek was het altijd. Leuke sfeer in het stadion. Nou ja, verder ken ik Cambuur gewoon omdat ik natuurlijk al lang het voetbal volg. Is dat iets waar je beter van gaat voetballen, van zo'n fanatiek publiek? Nou ja, dat is wel een ambiance waarin je graag wilt spelen natuurlijk. Maar ja, er zijn natuurlijk meer clubs met een hele fanatieke aanhang. Maar ik vind wel, dat maakt een club wel mooi. Nou, heb je voor een jaar in eerste instantie getekend bij de club? Is dat ook je doel om bijvoorbeeld via Cambuur weer een volgende stap te kunnen maken? Nou, in eerste instantie is mijn doel gewoon echt weer om op het middenveld te spelen. En te laten zien dat ik echt een middenvelder ben. Dat is voor mij nu het belangrijkste. En dat is eigenlijk mijn doelstelling voor dit jaar. Op het middenveld gaan spelen en goed spelen. Wat vind je van de spelersgroep van Cambuur op dit moment? Voor zover ik dat nu kan inschatten, lijkt me een leuke groep. En ik moet zeggen dat het niveau me zeker is meegevallen gisteren op trainen. Als ik ook vandaag de eerste helft kijk, vind ik dat er echt wel een behoorlijk goed niveau wordt gehaald. En ook de intensiteit op trainen was goed. Het is me zeker meegevallen. Denk je dat Cambuur wat dat betreft dan ook uiteindelijk gewoon mee moet doen om de promotieplekken? Ik denk van wel, ja. Ik denk dat Cambuur wel een van de betere ploegen van de Eredivisie, of van de Jupiler, sorry. Dan volgende week vrijdag tegen Almere City. Heb je er een beetje zin in? Ja, tuurlijk. Het wordt de eerste wedstrijd, echte wedstrijd en ook nog thuis. Dus tuurlijk heb ik er zin in. Ik moet volgende week hard trainen en dan zie ik eind van de week wel waar ik sta. Denk je dat je dan gewoon 90 minuten kan volmaken? Nee, dat denk ik op dit moment niet. Het lijkt me naïef om te denken dat ik voor 1,5 week al 90 minuten kan spelen. Maar ja, we zullen zien. Zoals ik zeg, ik voel me behoorlijk goed. De basis is zeker goed. Maar ja, nu heb ik training en wedstrijdminuten nodig om uiteindelijk topfit te zijn.